8 dames aan het starten. Ik stel hem nu voor FCC Os, Jara Wagemans. Voor FCC Putten, Daphne Goorhuis. Voor FCV De Logsprinters, Laura Gottemaak. De Rapid Wheels, Rosalie Sinks. FCC De Heideklub, Saina Egbers. Opnieuw De Logsprinters, Britt Dijhoff. En dan twee sterke dames van FCV Geldermalsen met Romy Kerkhoff en Jill Vogelpoel. Dames, succes! Oké, wie is dan snel vertrokken? Ah, Britt Dijhoff volgens mij, want die is daar heel snel weg. En als Britt nu gewoon brutaal blijft en naar binnen blijft gaan, dan kan zij daar de eerste positie gaan pakken. Maar nee hoor, daar komt die sterke grote dame al langs zij. De 385. Dan zitten we van Jill en Vogelpoel. En dan kan toch aansluiten. Britt Dijhoff op positie nummer 2. En zien we Romy Kerkhoff op positie nummer 3. Zullen we een valpartijtje zagen op de eerste bult. Een valpartijtje op de derde bult. En dan zitten we veld een beetje over elkaar getrokken. Maar vooraan is het nog spannend tussen de nummers 1, 2 en 3. Maar het is toch een klein gaatje die dan geslagen door de 385. Geldermalsen moet geen fout meer gaan maken. En dan gaat de titel hier over als kampioen naar de dame van Geldermalsen. Dus Jill Vogelpoel. Dijhoff gaat mee naar het podium op positie nummer 2. En ook Romy Kerkhoff voor Geldermalsen gaat het podium compleet maken. Met een derde positie. Of kan zij dan nog gaan aanvallen op Britt Dijhoff? Nee hoor, dan lijkt het niet op dat Britt toch de deur dichtgooit. Inderdaad, Britt op 2. En dan die andere dame op positie nummer 3.